Van de week kroning van Willem-Alexander, wat vind je daarvan? Ja, geweldig. Goed. Het werd tijd dat koning Willem-Alexander daar aan de beurt is. Ik word er niet zo warm of koud van eigenlijk. Ik denk wel, het is een beetje een historisch moment, maar zo ervaar ik het niet. Koningin Beatrix is altijd al zover ik kan terugdenken de koningin geweest. En nu gebeurt er ineens iets anders. Dan denk ik, oh ja, dan ben ik zelf dus al 33. En de volgende keer als er weer een kroonswisseling is, dan ben ik waarschijnlijk 66. En dan gaat het wel heel hard. Dus ik betrek het vooral op mezelf. Ik vind het prachtig hoor. Kitchen koning meer. We krijgen maar één koning, hè? We redden het allemaal koninginnen. Als jij koning zou zijn, hoe zou je dat vinden? Nou, ik zou het wel leuk vinden, want dan ben je wel altijd de voorste. Dan vindt iedereen jou belangrijk en dan heb je ook veel geld. En het is ook wel leuk dat als je naar buiten komt, dat iedereen op de foto of een handtekening of zo van jou wil. Nee, dankjewel. Zeker niet. Nee, ik geniet te veel van mijn vrijheid. Misschien dat ik ook wel liever burger geworden. Dat ik dat heen niet wat zeggen. Ik zou ook geen koning. Ik zou niet willen met hem willen ruilen in ieder geval. Nou, ook niet leuk, want heb je ook geen eigen leven meer. Iedereen zit achter je aan. Je kan helemaal niks. Ja, je kan niks privé hebben. Hoe vind je het dat we een koning krijgen? Ja, ik vind het wel leuk dat we een koning krijgen. Dat is wat leuker klinken dan een koningin. Waarom is dat? Ja, een koning klinkt wat machtiger. Iets steviger, iets robuuster. Ja, iets robuuster. Ja. En nou, Willem-Alexander is niet echt een robuust figuur, toch? Nou ja, toch wel een beetje qua voorkomen wel. Een zware botten. Hoe ga jij Koninginnedag vieren of Koningsdag? Nou, ik denk, ik hoop dat het net zo weer is als nu. Dan gewoon lekker hier naar het Julianenpark toe. Even naar de Vrijmarkt en de spelletjes met de kinderen. En daarna even de stad in. Hoe gaat u het vieren? Ik moet werken. Ik ga wel een stukje kijken en zo van die kroning en van die troonswisseling, maar ik moet wel werken. Ik denk hier zitten in het Julianenpark. Het is altijd heel gezellig met Koninginnedag. Is er dan ook ruimte? Nee. Nee, dus we manoeuvreren ons door de menigte. Als u zelf koning zou zijn, wat voor een wet zou u dan als eerste uitvaardigen? Kijk eens, zijn wij koning. Wat zullen we eens gaan doen? Wat zullen we eens gaan doen? Nou, laten we nou eens hopen dat de generatie na ons net zo goed heeft als wij. Wij zijn toch in behoorlijk veel welvaart opgegroeid. En ik gun mijn nageslacht dat ook. En dan hopelijk een beetje eerlijk verdeeld, zodat niet de welvaart voor de een heel groot en voor de ander heel klein is. Ik, koning Noah, zal zeggen dat ik niet wil dat kinderen gepest worden. Als ik koning was, dan zou ik alle energie die in het land wordt gebruikt, zonne-energie instellen. Dat is verplicht zonne-energie. Dat het geen oorlog zou zijn en ook over pesten. Dan schaffen we de monarchie af. Nou, in ieder geval dat iedereen zijn pensioen krijgt dan. Ik wens koning Willem-Alexander en koningin Maxima al het beste toe. En ik hoop dat we hetzelfde tijd tegen moeten gaan als met koningin Beatrix. Dat is mijn wens voor Nederland.